Het is de nachtmerrie van elke wintersporter. Sneeuwkettingen. Toch hoeft het niet zo erg te zijn als je maar weet wat je moet doen en je goed voorbereid van huis vertrekt. Met een paar tips verandert die horrorfilm in je hoofd ineens in een actiefilm met Brad Pitt en Angel... Anyway, hier komen ze dan. Tip nummer 1. Open deur, maar toch het meest over het hoofd gezien. Als mensen op kampeervakantie gaan, wordt de tent van zolder gehaald om eens te kijken of alles nog heel is en of je nog weet hoe alles opgezet moet worden. Waarom niet van tevoren oefenen met je sneeuwkettingen? Tip nummer 2. Zorg dat je een paar klushandschoenen aandoet. Zo vries je handen er niet af en voorkom je wonden bij het omleggen van de kettingen. Misschien klinkt het logisch, maar tip nummer 3 is van groot belang. Als je de sneeuwkettingen uit de verpakking hebt gehaald, leg de kettingen dan goed uit voor de band. De geplastificeerde gebruiksaanwijzing kun je gebruiken als ondergrond. Worden je knieën niet nat? Kom je erachter dat die kettingen toch bedoeld waren voor de vorige auto? Dan heb je nog tijd om een nieuwe set te kopen. Dan kom ik meteen op tip nummer 4. Kijk eens op Marktplaats voor een paar kettingen. Vaak vind je hiervoor een prikkie een paar passende kettingen. En met een beetje geluk kun je de kettingen ruilen met gesloten portemonnee. En als je dan toch gaat speuren, ga dan voor tip nummer 5, een paar zelfspannende sneeuwkettingen. Zodra de auto start, past het systeem zelf de spanning aan. Ze zijn iets kostbaarder, maar het scheelt een hoop tijd en gedoe. Let daar even op dat je de kettingen legt om de banden die worden aangedreven. De meeste auto's hebben voorwielaandrijving, maar check even of dat voor jouw auto ook het geval is. Fijne reis!